Delfshaven heeft geen spannende plekken. Delfshaven is een doodnormale woonwijk. Aldus Dirk de Groot, wijkagent, die af en toe een wandeling organiseert voor bewoners. Mag ik aan u vragen hoe de wandeling u bevalt? Ja, dat is de tweede keer dat ik hier ben. Ik ben van de zomer waren we hier ook, of die zomer ervoor. Dat beviel beter. Ja, het was warmer toen. Ja, ja, dat klopt. Ja. Heeft u nog nieuwe plek ontdekt vandaag? Nee, dat eigenlijk niet. Ja, sommige dingen wat Dirk verteld heeft. Weer andere nieuwe dingen, zeg maar, die we voorheen nog niet hadden gezien. Maakt hij een beetje bang? Nee hoor, helemaal niet hoor. Nee, ik ben niet zo bang uitgevallen. Breng je de mensen niet naar te spannende plekken? Delfshaven heeft helemaal geen enge plekken. Mensen denken dat er enge plekken zijn, maar we hebben geen enge plekken. En voor jou zijn ze bekend natuurlijk. Ja, maar het probleem is vaak dat de mensen zich wel behoorlijk opsluiten achter de voordeur. De meeste mensen leven nog met het idee van eind jaren 90, toen we nog een Keilerweg hadden en tot het hier nog volliep met prostituees en dealers. En die tijd is echt geweest. Vanavond ook, mensen ervaren ook geen plekken meer als eng. Je moet gewoon je jas aantrekken en naar buiten gaan. En als je dat in het begin eng vindt, nou vandaar deze avond, wandel gezellig mee en dan zullen we zien hoe eng het is. En tot op heden heb nog niemand een plek als eng ervaren. Maar had je nog bijzondere verhalen te vertellen ook bij die plekken? Ja, ik weet wel wat van de geschiedenis van Delfshaven. En hoe bepaalde dingen gegroeid zijn in de laatste 20 jaar. Maar ook van een stukje geschiedenis van de 80-jarige oorlog, van de Gouden Eeuw. De oorsprong van de straatnamen. Gewoon de handige weetjes, wel handige weetjes. Leuke weetjes over Delfshaven. Heeft het nou een bepaalde doelstelling, deze wandeling? Buiten het bekendmaken met de buurt? Nou, om de mensen ook te laten ervaren dat als je hier op een donderdagavond door de wijk heen loopt, tot het geen enge wijk is. Tot het gewoon een doodnormale woonwijk is. En tot er ook hele mooie verborgen plekjes zitten in zo'n wijk. Dat lukt wel door middel van deze wandeling ook? Ja hoor, want we hebben er vanavond ook mensen bij die toch al een 15 jaar wonen. En die bepaalde dingen gewoon niet wisten. Of op sommige plekken ook nog nooit eerder geweest waren. We zien nu ook, we staan nu in de Schat van Schoonelo. Er zijn toch weer mensen bij die nog nooit eerder in de Schat van Schoonelo geweest zijn. Terwijl ze op 150 meter hemelsbreed afstand wonen. Zijn er veel nieuwe mensen bij ook nu? Er is er maar één bij die vorig jaar meegelopen heeft. En de rest is allemaal vers. Ja, dat is wel mooi. Ja, en hoe meer zielen, hoe meer vreugd. En ik wil het er toch inhouden om dat ieder jaar even een keer te doen. En dan niet in de zomermaanden nemen, juist als het donker is, als de mensen het als eng ervaren. Ja, je moet er wel even extra schoenen voor aantrekken en een warme jas. Nou, als ik mijn tempo ga lopen, dan hoeven ze geen extra jas aan. Maar je moet wel even je wandelschoenen aantrekken, want we zijn wel goed 2 uur onderweg.